Misschien had hij een hardere campagne moeten voeren. Het is duidelijk dat hij vanaf het allereerste begin gestuurd heeft op, laten we zeggen, een de zaken bij elkaar houden, heet dat geloof ik. Om in de hoop misschien dat dat ook een soort voorbericht zou kunnen zijn van een regeringscoalitie waar links aan mee zou kunnen doen. Het is duidelijk dat hij links wat in het centrum gehouden heeft en niet naar de zijkant is uitgewaaierd. Hij heeft dat waarschijnlijk toch ja een overleg met velen gedaan. Laten we kijken of we in het midden en of in dit geval dan iets links van het midden tot een redelijke oplossing kunnen komen. Op zichzelf heel verstandig. Ik heb ook de indruk dat de media ook daar hier wel niet bepaald altijd even objectief hebben geoordeeld over de ontwikkelingen. En dat hangt natuurlijk weer samen met het omzichtprobleem. Kijk, als de Heer Jezus neergedaald is op aarde, niet waar, en heel aangrijpend komt prediken op alle straathoeken, dan is het natuurlijk voor een normale politicus lastig om daartussen te komen. Maar is dat niet te makkelijk? Want Wilders lukt het ook. Ja, Wilders lukt het, omdat Wilders natuurlijk in allerlei opzichten nu de persoon is van wie een hardrechtse coalitie afhangt. En die natuurlijk, want daar hebben we het nou net over gehad, door de VVD in het spel gebracht is. Niet door iemand anders. Omtzigt heeft niet gezegd, ja, moet er nou ook eens die PVV moet nou ook eens uit het isolement getrokken worden. Nee, wat je zelf zegt, hij heeft meerdere malen gezegd dat hij daar niets mee te maken wil hebben. Dus terecht, naar mijn idee. Dus jij zegt, Wilders heeft het niet aan zichzelf te danken dat hij dit... Nee, helemaal niet. Wilders heeft... Hij is geholpen. Wilders heeft zijn, naar mijn idee, betrekkelijk tijdelijke succes te danken aan het feit dat de VVD hem tot een soort van sleutelpost gemaakt heeft. Omdat de VVD natuurlijk het probleem al langere tijd wel ziet zitten. Namelijk dat een harde rechtse coalitie dat die problemen heeft. We hebben het daar vanaf het allereerste moment dat die Brekelmans, of hoe die heet, op het toneel verscheen. Dat ik dacht, kijk eens aan. Dit is een vooruitgeschoven padvinder. Hè? Ja. Die komt melden dat de hoofdmacht eigenlijk iets anders wil dan we misschien gedacht hadden. Laat ik het nog maar zeggen, het klinkt altijd even lullig en je krijgt er altijd hartstikke veel kritiek op. Maar als de democratie naar de kloten wordt geholpen, is dat het werk van de kiezers. Ja, maar je zou kunnen zeggen, we leven in een rechtsland. Dus ja, dan heeft rechts gewoon... Nou, Nederland is niet... Nederland is, ik zou dat heel anders willen formuleren. Nederland is conservatiever dan het vaak lijkt. Maar een echt rechtsland is Nederland helemaal niet. Omdat als je naar opinieonderzoek kijkt en je vraagt Nederlanders wat vinden ze bijvoorbeeld van de verzorgingsstaat, dat vinden ze prima en prachtig. En de meeste Nederlanders, een meerderheid, vinden het betreurenswaardig dat daar allerlei rafelranden zijn gecreëerd door de regeringen van de afgelopen jaren. Laat ik het nog een keer erbij zeggen voor die meneer die met dat gehoorapparaatje worstelt en zijn VVD-bril. Ook de VVD, de PvdA heeft daaraan meegedaan. Tot mijn ongelooflijke spijt en woede in zekere zin. Maar je kunt er toch niet omheen als je kijkt, we tel alle zetels eens op van de rechtse partij en de linkse partij. Dan heeft rechts toch een meerderheid? Ietsje? Nou, niet als je alle de linkse partijen die we nooit worden gesignaleerd zijn. Natuurlijk die dierenpartij. Volt. En de SP. Ja, maar als je dat optelt... Dus ze zijn er wel. Ze komen niet aan de meerderheid. Nee, het is geen meerderheid, maar dat geldt voor rechts net zo. Nou ja. We hebben allemaal net keurig uitgerekend. En dat geldt voor rechts pas, dat woord meerderheid, wanneer we dus die PVV in het spel brengen. Ja, maar dat is toch ook rechts? Jazeker. Dus dat heeft de VVD al lang geleden aanzien komen. Dat we dat niet gaan redden met die hardrechtse coalitie als we de PVV niet in het spel brengen. En daar ben ik, zoals je begrijpt, falikant tegen. Daar is elk fatsoenlijk mens falikant tegen. Ja, maar als jij dan de stelling hebt van, we zijn dus niet zo'n rechtsland, hè, want mensen vinden de verzorgingsstaat... Nou, we zijn een land wat zou ik zeggen, wat zich als geheel iets rechts van het centrum bevindt. Maar het centrum is wel degelijk een soort ballingsgebied, een soort regio van waaruit Nederland uiteindelijk geregeerd moet worden. Maar GroenLinks PvdA kan niet profiteren. Ook niet met de standpunten die ze hebben. Ze weten het niet goed voor het voetlicht te brengen. Nee, zij kunnen in principe alleen in coalitieverband kunnen zij iets doen. Maar daar zou ik zeggen, daar is op zichzelf heb je dan nu Omtzigt. Omtzigt staat iets rechts van het centrum. Maar Omtzigt is bepaald geen radicaal rechtse figuur. Integendeel zou ik zeggen. Op zichzelf vind ik het ten aanzien van Omtzigt al, althans als ik Omtzigt zou zijn,
En ik zou mijn eigen partijstandpunten serieus nemen. Dat is een nieuw sociaal contract. Dat sociaal contract betreft in feite de verhouding tussen de burger en zijn overheid. Daar is enorm veel fout gegaan. Als gevolg van dat natuurlijk halfgare marktdenken, wat overal op losgelaten is en op tal van plaatsen ruïnes, nietwaar, in het beheer van onze samenleving heeft veroorzaakt. Als je het serieus veranderen wilt, als je wil ophouden met het marktdenken, als je inderdaad, als je de overheid belt, dat je een normaal mens aan de lijn krijgt in plaats van er zijn nog 17 wachtende voor u, of bel eens een ander keertje als we het niet zo druk hebben, dit soort van dingen. Naar mijn idee ook onacceptabel, een onbereikbare overheid. Dan zou je natuurlijk, dat hebben we eerder gezegd. De boodschap van Omtzigt is een radicale motie van wantrouwen naar het marktdenken. Naar het neoliberalisme. Waar iedereen zich, dat, laten we dat eerlijk zeggen, in de afgelopen 20 jaar schuldig aan gemaakt heeft. Op tal van terreinen werd denk aan de ruïnes in de zorg die de kabinetten van Balkenende aangericht hebben. Denk aan dat beurzenprobleem. Hè? Je hebt bussenmaker in de bocht. Laten we wel wezen. Dus dan moet je je wel ook realiseren dat de hoofdaanstichter van deze zaak, dat de VVD is. En dat dan natuurlijk een beetje gek is dat je vervolgens met de VVD in een coalitie stapt. Laat staan als je die coalitie zou laten gedogen door de PVV. Dan zit je toch als Omtzigt, als ik een beetje begrijp wat die man wil en denkt en doet, dan zit je als Omtzigt toch nogmaals. Omtzigt staat iets rechts van het centrum. Ja, er zijn ook mensen die zeggen hij zit tussen de VVD en de PVV in, qua plannen. Ik geloof er echt niets van. Dan is zijn hele boodschap volkomen in strijd in feite met zijn politieke placering. Als Omtzigt zijn plannen wil realiseren, laten we dat eens even voorop stellen, als het niet een betrekkelijk fijne retorische boodschap is waar we verder weer geen zak aan gaan doen. Denk aan het stikstofkwestie, nietwaar, die de Nederlandse politiek 2 jaar lang volledig gedomineerd heeft. Met als gevolg dat we met die BB's rommel zitten, die nu aan het verschrompelen is. Als dat het is, ja dan. Ik ben wel bereid om Omtzigt serieus te nemen op het punt dat we af moeten van de marktwerking en sowieso de ideologie die daartoe heeft geleid. Dat is de zelfredzame burger, de kleine elegante overheid die allerlei verantwoordelijkheden heeft afgestoten naar beneden, de omvangrijke decentralisatie op tal van gebieden. Dat zijn allemaal dingen die in feite passen in het concept van Omtzigt. Ja. Namelijk dat je dat anders moet doen. Omdat zoals het gegaan is in de afgelopen 20 jaar, dat heeft narigheid veroorzaakt, ja, op vrijwel elk denkbaar terrein. Maar ik heb wel het idee dat hij echt wat wil veranderen. Zo ziet dat, straalt hij wel uit en zo, ja, zit hij ook wel in de wedstrijd, heb ik het idee. Als hij denkt dat hij dat kan met een hardrechts kabinet wat gedomineerd wordt door de VVD en de PVV, dan is hij goed gek. Maar dan even naar Timmermans. Wat ontzettend fijn om jullie allemaal te zien. Ik heb jullie ook even nodig vanavond. En ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden, maar voordat ik dat doe, hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik hier nog wel? Dan zeg je heel duidelijk ja. Ja! En doe me een plezier. Doe me een plezier. En zeg er dan meteen bij. GroenLinks, Partij van de Arbeid, is mede die linkse samenwerking aangegaan om tegen jullie te kunnen zeggen,
We've got your back. In Nederland is iedereen gelijk. Het maakt niets uit waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. En ook zeg ik tegen mensen die op dit moment op plekken op de aarde wonen waar misschien oorlog uitbreekt en dat ze moeten vluchten. En dan zeg ik daar ook tegen die mensen in Nederland, als GroenLinks en Partij van de Arbeid het voor het zeggen zouden hebben, ben je welkom als je vlucht voor oorlog en geweld. Dat zal nooit veranderen voor ons. En natuurlijk, we blijven netjes. Ik feliciteer Geert Wilders met zijn verkiezingsoverwinning. Nee, wij zijn democraten, de democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Dus wij zullen schouder aan schouder met al die andere democraten in Nederland die het met ons eens zijn, de rechtsstaat blijven verdedigen. De rechtsstaat is heilig voor ons. En ja, ook ik ben teleurgesteld in de uitslag, ook in onze uitslag. Ik had op veel meer gehoopt. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat twee partijen die elkaar gevonden hebben nog niet zo lang geleden, die samen de verkiezingen ingaan met al die mensen die zo hard gewerkt hebben vanaf de campagneleiding onder leiding van Saar van Buren tot jullie allemaal, tot al die afdelingen in het land, schouder aan schouder. Geen verschil meer tussen groen en rood, ja wel in kleur, maar niet in inzet. Dat heb ik gemerkt de afgelopen maanden. En dat, mensen, is iets wat we moeten uitbouwen. We moeten tegen die andere linkse partijen zeggen: kijk wat er gebeurt als wij niet verenigd zijn. Sluit je bij ons aan. Laten we een vuist maken tegen onrecht, een vuist maken tegen discriminatie, een vuist maken tegen uitsluiting en een vuist maken in de strijd tegen armoede. Laten we dat doen. En tegen jullie hoef ik dat niet te zeggen. Maar ik zeg het ook voor de professionele volgers hier aanwezig. Wij zullen nooit in een coalitie stappen met een partij die Nederlanders uitsluit. Ja. Wij zullen nooit een coalitie vormen met partijen die doen alsof asielzoekers de bron zijn van alle ellende. Nee. En wij hebben wel nog een grote taak. Als ik naar deze verkiezingen kijk en ook sommige reacties die ik zie, dan denk ik dat het bij heel veel mensen nog niet echt is doorgedrongen wat er vanavond echt is gebeurd. Dat zal in de komende dagen en weken steeds duidelijker worden. En in die komende dagen en weken zullen wij steeds meer gaan zien hoe zwaar, hoe belangrijk, hoe essentieel onze opdracht is om te staan voor dat Nederland waar we niemand uitsluiten. Om te staan voor dat Nederland waar we iedereen omarmen. Om te staan voor dat Nederland waar we niet kijken naar wat je achtergrond is, wat je religie is, wat je huidskleur is. Dat Nederland vertegenwoordigen wij en we zullen ervoor zorgen dat steeds meer Nederlanders aan onze kant komen te staan. APPLAUS.
Maar jongens, tot slot. Ik kan niet verstoppen dat ik ontzettend verdrietig ben vanavond. En dat heeft niets te maken met onze uitslag, want dat hebben we keurig gedaan. Het heeft zeker niks te maken met jullie harde knokken, want dat hebben jullie fantastisch gedaan. Echt waar. Maar het heeft te maken met het feit dat we tot nu toe nog niet voldoende Nederlanders hebben overtuigd van dat je niet de problemen die we hebben, en die zijn groot, kunt oplossen over de rug van andere mensen. Dat gaat niet. We doen het samen of het lukt niet. Wij gaan het samen doen. We blijven samen strijden. We zullen laten zien dat een solidair, ander, beter Nederland mogelijk is. Samen met jullie gaan we ook al die mensen overtuigen die nu nog niet echt gezien hebben wat er op het spel stond, maar die dat in de komende dagen en weken zullen zien. Met hen samen maken we dit betere, solidaire Nederland. Ik geloof erin. Jullie ook? Begin nou eens te onderzoeken van wat er in Nederland fout is gegaan. Er is enorm veel fout gegaan. Dat is helemaal niet noodzakelijk geweest. Dat is op grond van ideologische overwegingen fout gegaan. Je zou zelfs kunnen zeggen met de beste bedoelingen. Alleen ja, het heeft ongelukkig uitgepakt op vrijwel elk denkbaar terrein. Dus dan zou ik zeggen, en dat begrijp ik dus wel van Omtzigt met die minderheidsregering. Hij wil helemaal niet over rechts en hij wil ook helemaal niet over links. Hij wil door het midden. Hij wil door het midden. Ja. Dus ik zou zeggen, kijk nou eens of je niet een coalitie kunt vormen met links en rechts. Ja, want dan kom je met pressie van twee kanten, kom je uit in het midden, toch? Ja, ja. Dus maar, ik zou zeggen, daarom dacht was mijn idee een brede coalitie. Een tijdelijke brede coalitie. Een tijdelijke brede coalitie die de problemen die er zijn, niet waar, eerst moet analyseren. Niet waar, de oorzaken moet opsporen. Ook duidelijk moet maken wat die oorzaken zijn. En die moet je dan proberen weg te nemen. Ja, maar dan toch nog even over Timmermans. Want waarom lukt het hem niet om die sociaal-democratische ideeën beter voor het voetlicht te brengen? Nou, ik denk eerlijk gezegd omdat hij te gematigd is geweest in zijn aanpak. Niet waar, dat te veel heeft gedacht, nou ja, de boel bij elkaar houden. Ik moet het in het centrum zoeken. Want dat heeft dus niet die linkse kiezers niet geëlektrificeerd. Ja. Die denken, ja, we gaan er nu keihard in, we hebben al die jaren. Maar daar die zit voor hem wel de groei. Daar zit de potentie om de grootste te worden. In ja, het midden. Zou kunnen. Ja, maar dan, nou goed, dan zou hij een verkeerde tactische keuze hebben gemaakt. Een tactische keuze die ik op zichzelf verder best kan billigen en begrijpen. Maar dan toch de verkeerde tactische maar keuze. Maar wat had hij dan moeten doen? Hij had extremer links moeten zijn in zijn campagne. Ja, misschien iets hardere linkse standpunten. Een beetje een compact lijstje. Ik heb straks ook even naar het programma gekeken. Ja, zijn allemaal dingen denk ik van heel sympathiek. Maar hoe we dat gaan doen, dat blijft een raadselachtige zaak. Dat vraagt ons bij iedereen af. Dat is sowieso het probleem bij alle partijen. Dat, hoe je, dat ze allemaal de mooiste beloftes doen en hem niet uitleggen hoe we het gaan doen. Kijk, als je natuurlijk niet over het immense arbeidstekort in Nederland gaat praten. Als je niet uitlegt dat de babyboomers natuurlijk in de komende jaren allemaal bij pensioen gaan. En dat arbeidstekort in allerlei opzichten nog ernstiger zal worden. Zeker ook als het, laten we zeggen, wat meer hogescholen betreft. Dus ja, dat probleem wordt niet opgelost. Nee, maar waar had dan de groei vandaan gehaald kunnen worden als die extremer links ik zou heb geen idee. Want je moet natuurlijk groeien om die ja, het beste zou zijn geweest als Timmermans de, laten we zeggen maar, de andere linkse partijen leeg had gegeten.